Dit weekend staat Food Truck Festival Foodstock op het programma in het Juliana Park in Veghel. Maar er is één probleempje. Het park staat voor een groot gedeelte onder water. Maar ondanks deze wateroverlast heeft organisator Ruben Spijkerman goed nieuws voor de foodtruck-liefhebbers. Ja, Foodstock gaat het weekend zeker door. We hebben besloten in overleg met de gemeente een nieuwe plattegrond te maken. Daar zijn we momenteel druk mee bezig om ervoor te zorgen dat wij dit weekend gewoon Foodstock plaats kunnen laten vinden. Over een maand vindt in het park natuurlijk ook Fabriek Magnifique plaats. Die organisatie liet weten dat het gewoon door zal gaan. En dat ze nog niet precies weten wat ze aan de wateroverlast gaan doen. Maar bij Foodstock hebben ze er in ieder geval voor gekozen om het festivalterrein opnieuw in te richten. Want het gedeelte wat onder water staat, was toevallig ook net het gedeelte waar het festival plaats zou vinden. We hebben nu besloten om het over de hele lengte van het park te trekken, zodat we alle foodtrucks op de paden kunnen plaatsen. Omdat de laatste tijd heeft het zoveel geregend, waardoor dat de ondergrond heel zacht is geworden. Daar lopen we al weken tegenaan. Afgelopen weekend in Eindhoven hebben we hetzelfde probleem gehad. Daar hebben we ook, net zoals hier, gekozen om op de paden om de foodtrucks allemaal op de paden te plaatsen. En ervoor te zorgen dat we op een verantwoorde manier het evenement toch plaats kunnen laten vinden. Maar niet alleen de opzet van het festivalterrein, ook de complete logistiek van het festival moest op de schop vanwege de wateroverlast. Een paar kleine logistieke uitdagingjes, maar dan niks waarvan wij denken, dit is niet te overzien. De betonnen plak hier kunnen we bijvoorbeeld gebruiken om onze opslagcontainers en zo op te zetten. Dat was eerst een andere locatie buiten het park. En zo hebben we gekeken hoe dat we het best ons park in kunnen delen. En ook gekeken hoe zorgen we er nou voor logisch met plaatsing. En dat gaat gepaard met een stukje plannen en afspraken met foodtruckpartners. Wie wanneer mag komen plaatsen en welk tijdslot. Normaal mogen de foodtruckpartners komen plaatsen in een groot schaal. En dan hebben we gezegd, hey, jij moet tussen dit en dit tijdstip hier zijn. Om te voorkomen dat iedereen te pas en te onpas aankomt. En wij geen tijd hebben om iedereen te plaatsen. Nou gaat het allemaal gestructureerd wie wanneer komt. En zodat wij ook echt toe kunnen zien op dat iedereen netjes op de paden geplaatst wordt. Foodstock is van 7 tot en met 9 juni in het Julianapark.